voor Lee, want ik ga allemaal leuke dingen doen. Als eerste ga ik met Jagger naar de Doggy Wash, want Jagger stinkt echt enorm. Het is hoog nodig dat hij even in bad gaat. Dus dat gaan we zo meteen als eerste doen. Daarna heb ik een hockeywedstrijd en we zitten best hoog ingedeeld. Dus ik ben benieuwd of we gaan winnen, maar ik denk dat het allemaal wel goed komt. En vanmiddag ga ik mijn tweede gaatje prikken. Oh, ik vind het nog best wel spannend. En het is vandaag Halloween, dus dat gaan we met z'n allen vieren vanavond. Daar heb ik heel erg veel zin in. En ik neem jullie de hele dag met me mee. Ik ben Jagger naar de Doggy Wash, want hij ruikt niet zo lekker. Kom. Hij moet natuurlijk wel wat gedaan hebben voordat het in het bad gebeurt. Dus laat hem hier even los. Nou kijk, daar is de Doggy Wash. Kom maar, Jagger. Kom! Hij durft niet. Kom maar, Jagger. Kom maar, Shell. Ik heb hem juist maar even uitgehaald, dat gaat wat makkelijker. Ik ben nu even de shampoo aan het uitspoelen met water. Ik denk niet dat hij dit te erg leuk vindt. Dit gebeurt er dus als Jagger een kat ziet. Waar zijn de poesjes? Pak de poesjes! Zo, ik ben net terug van de Doggy Wash. En mijn vader is ook teruggekomen uit Amerika. Ik heb wat dingetjes besteld op Amazon. En die heeft hij dus meegenomen. En waaronder deze Babylips Gloss. Degene die ik nog wilde. Want nu heb ik ze alle 12. En ik heb er eentje voor Evie besteld, want zij wil er ook zo graag één. Dus Evie, deze is voor jou. Ik heb ook deze hele coole MacBook Air sleeve gekocht. Want ik had nog een beetje een bescherming nodig voor mijn laptop, want ik ben echt bang als ik hem laat vallen dat hij dan helemaal kapot gaat. Dus ik heb er eindelijk eentje gekocht met de Amerikaanse vlag erop, wat ik persoonlijk wel heel erg cool vind. Dus ik ga hem nu om mijn laptop heen doen. Wow, kijk dit. Wow, er zitten ook dingen bij voor op je toetsenbord. Dat wist ik helemaal niet. Overschermen voor je toetsenbord is handig. En instructies. Nou, ik heb hem uit de plastic gehaald. En dan ga ik nu even kijken hoe je dat erop moet doen. Voor de onderkant. En kijk naar boven. En dan moet dit, als het goed is, hier. Dan moet je denk gewoon erop klikken of zoiets. Dat is ook makkelijk. Je zit hier nou op. En dan ook de bovenkant. Dat is makkelijk nog. En dan het toetsenbord. Het
het echt grappig. Ik vind hem in ieder geval echt super vet. Ik heb zo meteen een hockeywedstrijd, dus daar ga ik me nu even voor opkleden. Want ik heb zo'n dorst, ik ben echt zo moe. Zometeen ga ik douchen en daarna gaan we iets ophalen. En dan ga ik mijn tweede gaatje prikken. Ik vind het best wel spannend nog, maar ja, ik heb er heel erg veel zin in. We zijn hier en dan gaan we nu naar binnen. Ik ga voor deze. Gaat het ook zo snel? Ja. Oh. Zit hij hier al in? Ja. Oh, ja. 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 Oh, daar is gewoon die leuke. Ja, maar gewoon door blijven ademen. Ja, ik kan me altijd veel tijd. Oh, ja. Oh. Ik heb nog niet gezien. Dat doet helemaal niet zo heel veel zeer. Nee. Je voelt alleen zo net alsof je een naald is. Ja, dat is het ook natuurlijk. Ja, ik vind het echt mooi. Het is een naaldje. Dat sneller dan ik had verwacht. Ja? Ja, ja. Ja, dan zo tijd. Ja, dat is heel leuk. Ze hebben natuurlijk een fietspad. Zo eerst. Ja. Nou, hier hebben we hem. Ja, ja, om het een beetje af te schermen. Ja. En ik had ook gehoord dat de bewoners niet zo heel blij waren. Kijk, oh, die zijn ja. Maar dan is het ook echt één seconde of zo die dit zeer en daarna en dat is ja. Leuk. Ik ben echt blij mee. Ja, het is echt leuk. Ik heb ook heel veel gehoord een zebrapad. Ja. Maar ik heb ook van mensen gehoord dat het heel erg geluid is. Sterren in je oren. Mogen we zijn echt heel rood. Ik heel warm. Ja, het was zo lang dat het zo'n helemaal afgekocht. En hij doet er niet. Ik ben heel erg blij mee. Oh, mijn ogen zijn echt heel warm en rood. Nou, we hebben onze nagels helemaal zwart gelakt, want we zien er ook helemaal zwart uit. Heel zwart. En we zijn zo meteen klaar voor Halloween. We gaan ergens in de buurt gaan rondlopen. Ik heb er heel veel zin in. Goed hoor. Ik doe het zelf. Ik zit helemaal onder. Yo, stiek hem maar. Daar ben je dus.
Hoe bedoel je? Schrik! Dit is zo moe! Auw! Dankjewel. 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 Spekkie.